Het Plexusgebouw aan de Keizerstraat, deze nieuwbouw bij de Meelfabriek en dit toekomstige woningbouwproject aan de Lange Gracht. Deze drie plekken in het centrum ziet de gemeente als een goede compensatie voor de woningen die de bewoners gedwongen moeten verlaten. Het is al lange tijd natuurlijk weerstand, logisch. We zijn nu met ze in gesprek vanaf eigenlijk gisteravond om dat verder uit te werken. Er is nog heel veel uit te werken, dus daar is nog heel veel te doen. Maar ik vond het wel belangrijk om ze als eerste te informeren over welke locaties worden dat nou eigenlijk precies. Voor de bewoners die er soms al tientallen jaren wonen, was het een emotionele avond. Het was een bewogen avond. Er zijn heel veel mensen gekomen. Ik denk een man of 40. Maar er waren ook iets van 15 mensen die niet kwamen. Omdat er was een deel wat echt niet kon. Maar er was ook een deel die het gewoon emotioneel niet trok. Om dan weer te horen over het feit dat wij weg moeten. En naar andere locaties. Omdat de universiteit zo belangrijk is. En die moet uitbreiden. De Universiteit Leiden wil hier een nieuwe faculteit geesteswetenschappen bouwen. De zogenaamde Humanities Faculty. Uiteindelijk is dit een verrijking voor de stad. We moeten het voor deze bewoners heel goed regelen. Dat is ook mijn verantwoordelijkheid om dat te gaan doen. Daarnaast is het echt strategisch ook van belang dat die binnenstadscampus er ook komt. Voor de 58 bewoners betekent de komst van de campus een hoop onzekerheid voor de komende jaren. Ze konden er niet zoveel van vinden. Ja, heel veel vinden de Keizerstraat best wel mooi. Maar de Lange Gracht moet nog helemaal ontwikkeld worden. Dus mensen kunnen niet kiezen. Ze weten niet wat voor huis, ze weten niet waar. Er is nog heel veel onduidelijk. Er is heel veel onduidelijk. Dus er valt niks te kiezen nog. De bewoners gaan nu bekijken of er voldoende animo is om te verhuizen naar de nieuwe locaties. Als een meerderheid van de bewoners echt niet weg wil, dan lijkt een gang naar de rechter de volgende stap te zijn.